Het is winter. Commencing de-ice call. Dus wordt er ook weer gedeiced. De-icen is het proces waarbij we de vliegtuigen vlak voor take-off ontdoen van enige winterse contaminatie. En dan moet je denken aan ijs, sneeuw, hagel. Alles wat de vleugelprofiel verstoort, halen wij van het vliegtuig af, zodat een veilige take-off gegarandeerd wordt. We de-icen met vloeistof. Die vloeistof wordt heet gemaakt. Dat is een vloeistof met glycol daarin. En dat mengen we met heet water. Het is tussen de 65 en 75 graden. En dat spuiten we op de vleugels en op de staart van het vliegtuig. Dat zorgt ervoor dat het ijs en het sneeuw smelt. En tegelijkertijd beschermt de glycol in de vloeistof het vliegtuig tegen herbevriezing. De-icen doe je als het koud is. Maar niet voor ieder koud weertype geldt hetzelfde. Zo kan het zijn dat er bij plus 2 graden en natte sneeuw wel wordt gedeiced, maar bij min 10 graden en heldere lucht niet. Bij min 10 denken heel veel mensen dat wij het heel druk hebben, maar als je bijvoorbeeld een oostenwind hebt met min 10, is de lucht erg droog en dan hebben wij het niet druk. Je zou denken dat de de-icers een lange zomervakantie hebben, maar dat is niet waar. In de zomer zijn we volop bezig met trainingen. Dus al onze operators en icemen worden in de zomer getraind, zodat wij op 1 oktober weer helemaal klaar zijn voor het winterweer. Door het de-icen kan het zijn dat een vliegtuig even moet wachten voordat het kan vertrekken. Want met sneeuw of ijs op de vleugels komt een vliegtuig niet de lucht in. Veiligheid voor alles.